allemaal. Het is vrijdag 18 februari, de dag dat storm Eunice over ons land gaat trekken. Het is nu 2:15 en vanaf 2:00 schijnt het behoorlijk hevig te worden. We zijn dus vanmorgen vertrokken van Veendam naar Kardinge, omdat hier eigenlijk bijna geen bomen staan en in onze omgeving niet veel dingen zijn die op onze camper kunnen vallen. Het is een beetje griezelig allemaal. We weten niet wat er allemaal gaat gebeuren, hoe hard de windstoten zijn. En we denken dat we het beste hebben gedaan op dit moment. We wachten het af. Mijn fiets staat bij Daniel en Angelita. En Erwin heeft zijn fiets op zijn werk staan, dus die kunnen niet wegwaaien. En nou maar hopen dat er niks engs gebeurt. We wachten het af en we houden jullie op de hoogte. Tot later. Het is inmiddels bijna 12:00 s'nachts en storm Eunice gaat nog verschrikkelijk tekeer. Het is echt verschrikkelijk. Ik weet niet of je het kan horen. We staan nog bij Kardinge. Het is één grote ellende met het weer. Het regent en het waait alweer. Het is nu zondag. Het is volgens mij de 20e. Ik ben net eventjes bij mijn schoonmoeder op de koffie geweest. En bij mijn dochter heb ik hem de was opgehaald en die heeft eventjes gewassen voor ons. Nou, mijn regenbroek en mijn regenjas die liggen hier alweer te drogen in de douche. Zo zat van dit weer. Ik kan geen kant op. Maar goed. Het is niet anders. Nou, we hebben bezoekjes gebracht aan alle kinderen. Alle kinderen. En kleinkinderen. Voorzien van een bezoekje van ons. En we gaan nu vanaf Kardinge rijden we naar Nieuweschans. Daar heb ik even de camping gebeld. Daar gaan we een nachtje staan. En we gaan morgen daar lekker naar bad, Nieuweschans, naar de sauna. We gaan een heerlijke relaxdag van maken morgen. Je hebt me wel verdiend na die slechte weersomstandigheden en die storm. Hè? Nou, de hele nacht ga ik niet slapen. Nou. Het stort nu ook nog hoor. Ja, het is erg slecht weer hoor. En een regen en een verschrikkelijk. Het is zulk vies weer. Er is ook, kijk, zo'n dunne boom gevallen. Ja, dat weet ik. Hier. Maar daar komt de wind ook vandaan. Dus als die... als de wind... Dus dan valt die boom die kant op? Ja. Kijk maar naar die vlaggen. Ook storm Franklin hebben we overleefd. We staan in Nieuweschans op de camping Hollandpoort. Nou, we hebben er weinig van gemerkt. We stonden hier wel beschut eigenlijk. Oh, prima. En we gaan straks lekker naar de sauna. Dus we gaan op fiets. Laten we de camper hier staan en die halen we dan vanmiddag weer op. Nou, we zijn heerlijk naar de sauna geweest vandaag. Het was heel slecht weer. Het was eigenlijk de hele dag natte sneeuw geweest. Maar we gaan nu weer naar Groningen.
is nou net even een momentje droog. We zijn gevuld en geloosd. En dan gaan we weer. Nou, jullie zien wel aan de vlaggen. Het waait nog steeds. En het blijft waaien. Bij Karringen. En het is maandag, uur of 6:30 denk ik. 21 februari. En het regent al dagen. Nou, we zitten te wachten op een pizza. We hebben een pizza besteld. Ah, die arme jongen. Ja. Oh, nou, het is weer verschrikkelijk. Meer kunnen jullie ook niet van ons zien deze week, ben ik bang. Het is 23 februari. Nou, zien jullie dat? Het is wonderlijk, maar het is een blauwe lucht. De zon schijnt dat het een lieve lust is. Het is nog wel koud. Maar oh, wat is dit fijn. Wat kan je hiervan genieten. Echt. Geweldig. Erwin haalt de fietsen even van de drager. En, nou, we staan hier dus in de jachthaven in Winschoten. Nou, prima plek. We gaan straks eventjes... nou ja, misschien even naar de Blauwe Stad fietsen. Of, nou, we zien het nog wel. Tenminste, alles weer een beetje opdrogen. Daar zijn we dolgelukkig mee. Nou, alles weer lekker fris en schoon. Stof gezogen. En gedweild. Deurtjes even open. Kan alles weer een beetje drogen. Dat is toch fantastisch. Jongen, wat kan ik hiervan genieten, van dit weer. We zijn hier in Winschoten. Een hele mooie molen. Mooie molen, hè? We gaan nu de Pieter Smitbrug over. Ze zeggen dat het de langste fietsbrug is van Europa. En de brug is vernoemd naar oud-burgemeester van Winschoten, Pieter Smit. Die man was nogal geliefd hier in Winschoten. Nou ja. En daar is Blauwe Stad. Er is een verbinding tussen de Blauwe Stad en Winschoten.
hier. Hier hebben wij ook al gevaren. Met ons bootje. Die we toen nog hadden. En hier is ook in de buurt een camperplaats. Dus we gaan even kijken. Het is heel mooi weer, maar het waait nog wel hard. Nou, dit is dus de blauwe stad. Het waait enorm. Dus we zijn wel weer uitgewaaid. Dan ben je zo'n mooie dag als gisteren gelijk weer vergeten. Waardeloos. Wacht. Nou, kijk, daar komt hij weer aan hoor. Ik zie de Pietje. Het is zo mooi weer vandaag. Ik heb mijn hardloopkleren weer aan. Eventjes weer proberen. Nou, kijk. Hoe mooi alles is in de zon. Nog eventjes daaromheen. Het weer gaat voor vandaag. Ik kan het niet meer kan. Maar goed. Als het zulk weer is, dan is het lekker om weer te beginnen. Nou, even een kopje koffie drinken bij onze dochter en schoonzoon. Jongens, jongens, wat is het mooi weer. Zo fijn. Nou, beste kijkers. Dit was het weer voor deze week. We hebben niet zoveel gefilmd. Want we moesten werken. En? Het was steeds slecht weer. Heel veel regen, storm en verschrikkelijk. Ja, we moesten alle zeilen bijzetten om niet weg te waaien. Nee, precies. Maar we hebben het gered. En de camper heeft het weer doorstaan. En we hebben een hele leuke achterbuurman. Zie je wel, een hele mooie trekker, een John Deere. Die staat hier ook. Nou, dit was het weer voor deze week. Het is vandaag gelukkig een prachtige dag geweest. En een hoop voor morgen dat het ook weer zo mooi wordt. Ja. Nou, tot de volgende keer allemaal. Doei. Doei.